Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben deze maand aan de slag gegaan met een herfstthema en tot nu toe moet ik zeggen dat ik best wel voor mijn doen minimalistisch bezig ben geweest. Natuurlijk, als je echt de minimalistische pagina's met de mijne vergelijkt, dan heb ik nog best wel veel. Maar als ik mijn eigen pagina's vergelijk met eerdere maanden, dan vind ik het voor mijn doen toch best wel minimalistisch. En ook voor deze week heb ik het eigenlijk best wel simpel gehouden. Voor een echt minimalistische uitstraling had ik natuurlijk al lang genoeg gehad aan alleen de blaadjes, zoals je rechts onderin kan zien. Maar ik vond het leuk om deze week weer even afbeeldingen erbij te voegen. Ik heb namelijk tot nu toe alleen zelf getekend en ik dacht, het is weer even tijd voor wat anders. Daarnaast heb ik ook nog zowel bruine als groene stukken papier toegevoegd aan de pagina. En wat ik net al zei, diverse blaadjes, maar ook eikeltjes. Ik vond het vorige week een leuk effect om de dagen van de week op te lichten met de oranje stift. Dus ook dit heb ik deze week weer teruggebracht. Voor volgende week zou ik het wel net wat anders gaan doen, namelijk een Halloween pagina. Het hoort natuurlijk wel bij de herfst, vind ik dan. Maar er zal geen blad of iets dergelijks op de pagina komen. Ik heb in ieder geval heel veel ideeën. Dus als je deze video niet wil missen, dan raad ik je het zeker aan om je te abonneren als je het natuurlijk nog niet hebt gedaan. Dan heb ik ook nog een kleine update over mijn enkel. Ik ben de afgelopen week naar het ziekenhuis geweest en de laatste optie zal eindelijk gaan gebeuren. Ik heb al vanaf januari dit jaar weer enorme last van mijn enkel. Het is misgegaan na een eerdere operatie. En over een paar maanden zal ik helaas weer geopereerd worden aan mijn enkel. Dus hopelijk ben ik dan na ongeveer een jaar van de pijn weer van alle ellende af natuurlijk. Ik heb voor de eerdere operatie van 2 jaar geleden ook al 10 jaar met klachten gezeten. Na de operatie was het weer helemaal perfect. Maar ja, een kleine misstap kan alles laten veranderen. Dus helaas zit ik daar nu al bijna een jaar weer mee. Heel vervelend al met al, maar hopelijk werkt deze operatie wel. De arts kan het helaas niet garanderen, dus er bestaat de kans dat ik geopereerd word voor eigenlijk niks. Maar het is nu de enige optie, dus dit moet ik maar gewoon gaan proberen. En dan maar zien waar het schip strandt. Ik ben in ieder geval zelf heel positief dat het slaagt en dat ik daarna weer lekker kan sporten en alles kan doen wat ik wil. Want ik heb nu dat ik na ongeveer 100 meter al gewoon last heb met lopen, fietsen. Ik kan niet sporten vanwege mijn enkel, ik kan gewoon bijna helemaal niks. Dus ik zou het echt heel fijn vinden als die operatie weer helpt, net zoals de vorige keer. En dat ik dan gewoon lekker van alles af ben en weer alles kan doen wat ik wil. Nou, dat was een heel verhaal in een korte video. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van de video. En laat natuurlijk even een reactie achter wat je van deze pagina's vindt.